Zo, dan is het nu tijd voor de kanaalnamenpromotie. We gaan beginnen. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien dat hij scherp blijft. Jawel, heel erg mooi. Mochten jullie van verlaten locaties houden, zeker dit kanaal kijken. Heel erg gaaf. Verlaten boerderijtjes, verlaten schuren en nog veel meer. Het kanaal van de paarden, jawel. Even kijken of het licht iets beter kan worden. Zo ja, heel erg mooi. Ja, de slootspringers, jawel, het kanaal van GraphTubes is er ook weer bij. Heel erg gaaf kanaal. En trouwens, die cockpit, die vond ik echt mooi. Die halve cockpit die jullie gefilmd hadden. Vloggen met Elle, ook weer voor de eerste keer erbij. Heel erg mooi. Ook veel met kruiden en planten en weet ik veel wat. Gaaf kanaal. En zo gaan we maar door. Nogmaals, als jullie ook bij de kanaal een promotie willen... Elke vrijdag ga ik dit doen. En dan moet je het zeker onder deze video zetten. Dan komt het wel voor elkaar. Aha, de Minion is er ook weer bij. Kijk of het kanaal in beeld past. Jawel, Preppen en Survival met Marcel in Nederland. Voor de mensen die van Bushcraft houden. Dit is het kanaal. Ik zal het even kijken of ik het nog iets beter kan uitlichten. Want we hebben hier namelijk een hele grote lamp bij ons staan. Heel erg gaaf. Oké dan. Ja, daar komt hij. Heel erg gaaf. En dat wat jullie daarachter zien, dat is de eerste Nederlandse scanner in Nederland, dit apparaat. Die uitkwam, jawel. We gaan even verder. Heel erg mooi. En je ziet het, er komen er steeds meer kanalen bij iedere week. Dus nogmaals, als je ook een shout-out wil, zet het eventjes onder de comments onder deze video. Dan komt het zeker voor elkaar. Ik ga dit nou iedere vrijdag doen. En... Ik vind het zelf ook wel gaaf. Dit keer niet buiten, dit is een keer binnen. Het is me te koud buiten. Het is ja, onder nul hè, vanavond, vannacht. Zeker weten, jawel. Ah, nog een paardenkanaal, Hobbel en Bob. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met het karretje. Ik weet niet wat jullie er nog mee gaan doen, schilderen of zo, maar we zullen het wel zien in de video. Dus nogmaals, paardenliefhebbers, dit is het kanaal van Hobbel en Bob. Dan gaan we even verder. En je ziet het. Heel erg graag. Dat is dat kanaal van de beesten, die dieren en de vogels en de herten. Jawel, dus als jullie van natuurfilmpjes houden, zeker dit kanaal kijken. Die, ja, die jongen die filmt allemaal herten, beesten in het bos. Dus dit is een geweldig kanaal. Nou, we zijn er bijna doorheen. Er komen er nog een aantal. Heel erg gaaf dit. Oh man. En dit is ook weer een kanaal wat erbij is gekomen. Heel erg gaaf. Ik film dit wel eventjes met een andere camera. En mochten jullie ergens in beeld een rood stipje zien, dan ligt het niet aan jullie. Maar dat is iets fel wat achter de lens zit, wat ik er niet af krijg. Ik weet niet of het ergens, hier moet het ergens zitten in dit gedeelte volgens mij. Maar goed. En dan zijn we er doorheen denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ik hoop dat ik... bijna alle kanalen ertussen heb liggen. Tussen heb zitten, heel erg mooi. Nou, dit zijn de nieuwe batterijen voor mijn nachtkijker. Ik kan een nachtkijker ook wel even laten zien als ik hem hier ergens heb liggen toevallig. Even kijken. Ja, ik heb hem toevallig hier ergens liggen. Dit is mijn nachtkijker. Dit grote apparaat, zeg maar. En daar gaat de chip in, zeg maar. Even kan laten zien. Ja, dat is een mini SD kaart. Daar bovenaan zit hij. En dit is de nachtkijker. Ik kan de kap er helaas niet afhalen. Maar goed. We hebben ook een hele speciale stopwatch gekocht. Voor als wij een keertje 100 uur lang gaan bushcraften. Hier is die. Ja, hij is op 70 uur. Ruim. Heel mooi apparaat. En hij gaat tot precies 100 uur.
Dus als ik een keer met Marcel of iemand ga bushcraften, dan kunnen we dit dingetje meenemen en dan kunnen we een keer zeggen we gaan 100 uur lang bushcraften. En als hij dan bij 100 is, dan loopt hij vast. Jawel, heel erg gaaf dit. Nou, dit is een camera waar ik normaal mee film. Iemand vroeg hoeveel keer zoom die is. Hij is volgens mij 50 keer zoom. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, daar bovenaan staat het. Heel erg gaaf. En dat is zo'n ding met zo'n klapschermpje. Kijk maar. Dan kun je open doen. En hij maakt een geluid. Heel erg mooi. Even kijken, wat kan ik jullie nog laten zien? Ja, een nachtcamera. Heb ik ook een nachtwildcamera. Dat is, de batterijen vallen hier weg. Dat is dit apparaat. Ik weet niet of ik een beetje in beeld kan laten zien. Dit is dus mijn nachtcamera hier. Zo ziet hij eruit. Je kan hem aan de boom vasthangen. En dan gaat hij automatisch filmen tijdens beweging. Jawel. En dan hebben we nog een leuk apparaatje. Dat is namelijk dit ding. En je ziet het al. Hij kan 1684 uur lang opnemen aan één stuk. En dit ding gebruik ik voor de vogelgeluiden in het bos. En je ziet het heel duidelijk. Er staat een record op. Heel erg gaaf dit. Oh man. Echt niet normaal meer. Nog eventjes voor de mensen voor te bushcraften. Deze dingetjes die je altijd bij de winkel krijgt, die kun je zo ergens op drukken, zeg maar. En dan kun je hem hier aansteken. En dit brandt blijkbaar, zijn we achtergekomen. Dus heel gaaf. We hebben nog een kleine tasjeshouder gekocht. Voor pinpasjes en zo. Ook tof. Ach, ik wou net zeggen, is mijn camera wel het opnemen? Anders kan ik weer opnieuw beginnen. En dat is die. Kijk, en dit is ook voor de bushcraften. Ik zal het apparaat iets verder naar achter zetten. Het is een lamp. Hij kan een rode kleur geven. Hij kan uit. En als het goed is, ook nog wit licht. En wit lichtvel. En dat was het volgens mij. Ja, heel erg gaaf. En er zit volgens mij ook een... Hé, wat is dit? Oh, je kan hem slingeren, jongens. Kijk dan. Daar kun je hem mee opladen. En je kan hem met dit ding... Dan kun je hem gewoon aan je tent hangen boven. Volgens mij had Marcel zo'n ding ook in zijn tent. Nu heb ik er ook een gekocht. Kijk, oh, hier zit de schakelaar. Nee, hier zit de schakelaar. Kijk eens wat een mooi licht. Wow, gaaf jong. Wow, het wordt helemaal paars. Heel erg gaaf. Nou, we hebben een flitslamp voor in de tent gekocht. Dit is hem. Hij werkt op het 12 volt. En dit is de bekabeling. Heel erg gaaf. Een heel mooi ding. Die ook nog werkt. Jawel. Even kijken, wat kan ik nog meer laten zien? Ja! We hebben een gigantisch oud apparaat op de markt kunnen tikken. Dit is hem. Ik weet niet of jullie nog weten wat het is. Als jullie het weten, zet het eventjes onder de video. Ik weet wat het is, maar ik ga het niet verraden. Misschien dat ik commentaar krijg van Daiko, die weet het misschien wel. Het is een heel oud apparaat, maar hij ziet er nog heel erg nieuw uit. En het werkt op 120 kHz. Dat is ook weer gezegd. Yeah man. Zo. Heel erg gaaf. Even kijken. We hebben nog een kokosnoot gehaald, maar daar hebben we weinig aan. Even kijken, kan ik jullie nog iets laten zien hier? Ja, we hebben een agenda gehaald. Kijk, dit is hem. De agenda voor 2019 al. Happy New Year. Dan gaan we misschien vieren vanaf de uitkijktoren Hulzenberg. Dat is de grootste uitkijktoren in Gelderland. En klokslag 12 uur wil ik daar bovenaan staan. Want dan willen we het vuurwerk in de gaten houden. Jawel, één moment. Ik ga even wat pakken. Zo, daar zijn we weer. Kijk eens. Smoke grenade. En zo te zien is die groter als een scanner. En hij is al afgegaan helaas. Dus heel erg mooi. Geniet even van het seconde. Oh man, geweldig jong. We hebben ook een fidget spinner gehaald. Waarom ik dat gedaan heb, dat weet ik niet. Maar 3, 2, 1... Heel erg mooi. Kijk eens. Hier ben ik. Ik ben verstopt. Gaaf jong. En als je hem dan draait. Ik weet niet of hij het doet.
dan doet hij helemaal niks. Oh, normaal moest hij iets doen. Ik ben verstopt. Goed gedaan. Heel erg gaaf. Happy Halloween. Wow, dat is net voorbij. Drie, twee, één. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Daar is hij dan, de emotiestick. Als jullie hem ook hebben, zet het even onder de video. Zo ziet hij er namelijk uit. Heel erg gaaf. Ik hoop dat jullie de kanaal en mijn promotie leuk vonden. En ik ga nou het belangrijkste moment aan jullie laten zien van het hele weekend. Eén moment, ik ga het even pakken. En daarvoor zal ik de camera waarschijnlijk een heel stuk naar achter moeten zetten, want het is gelukkig behoorlijk groot. Daar is het bier. Oh, gaaf jong. Kijk eens, heel erg gaaf. Nou, we gaan het nuttigen. We gaan de kaart uit de camera droppen en we gaan deze video op internet zetten. Doei!